Lam in de fout. Platje vastgehouden, maar er is een voordeel voor VVV. Ja, waarom stopt Platje nou met voetballen? Dan van afstand Hano. Die moet even oppassen. Zwabberbal van een meter of 30. Aardige poging van Wolters. Het is duidelijk wat de plannen zijn van VVV. Die proberen die lijn richting Nesi af te snijden. Zodat die niet kan kaatsen voor de lopende middenvelders. Nou, nu dan maar op deze manier. Dit is een mooie aanval. Schitterende goal. Schitterend gespeeld door Zwolle. Ja, bijna een kopie van de goal die ze een week of drie geleden maakten. Op Woudestein tegen Excelsior. 0-1 in de 12e minuut. Nesi het eindstation na een zeer fraaie Zwolse aanval. Juiste moment gegeven en de paas is perfect werkelijk voor Nesit. 8 doelpunten in de competitie. En hij opent hier de score in Venlo. Spel verlegd naar de linkerkant. Van Hinten. Nesit, fractie te scherp. Oeh, dat gaat net goed bijna het eigen doelpunt van Promes. Absoluut geen weet had van de komst van zijn doelman, maar een paar. Scherpe kostpaas van Hintem. Eigenlijk een fractie te scherp, maar het wordt nog heel spannend op deze manier. Ryan Thomas. De combinatie met Dros is goed. Goeie 1-2. Ruimte voor de Nieuw-Zeelander om uit te halen. Ma en Pa heeft hem. Uiteindelijk. Van der Werf. Nesit. Nesit kan ook uithalen natuurlijk van afstand. En daar zit nog een hand aan van Maanpa. Ja, is nog niet veel aan de bal geweest, de Tsjechische spits. Maar één keer trefzeker, fraai doelpunt. Dit was toch ook een goede knal. Ruimte nu voor Post. En daar gaat Platje, randje buitenspel. Dat was het niet, Wolters voor de goal. Wolters komt daar en Platje bedient hem ook. Nou, dit was een aardige mogelijkheid voor VVV. Vier tegen twee. Dat zouden ze moeten kunnen uitspelen. Lukoki krijgt de bal achter zich. Lukoki kan het anders nog doen. Geeft hem mee aan Nesi. Tweede paal. Moeizame aanval. En uiteindelijk Maanpa. Daar lag het helemaal open om die 4-2 situatie uit te spelen. Maar niet ten volle benut die kans door Peck. Brama. Drost staat helemaal vrij. Brama, eerst nog deze combinatie met Nijland. Stef Nijland. Van Polen. Nijland is voor de goal. Daar staat hij. Ja, hij prikt ernaast. Was niet gemakkelijk, moest snel reageren. Enige goal in de Johan Cruijffschaal, Stef Nijland. 5 keer trefzeker in de competitie. Post. Elito. Het is een verdediger, Balkenstein, maar die wordt naar voren gedirigeerd door Stijn. En achterin is het nu even opletten voor VVV. Lukoki. Vlag is omhoog voor buitenspel. Slordig, slordig, slordig. Hoe Zwolle omgaat met de ruimte die natuurlijk gaat ontstaan nu. Saimak. Nijland. Beweging bij Saimak en bij Drost. Drost naar zijn linkerbeen, maar niet lekker geraakt door Jesper Drost. Anderhalf inderdaad. VVV maakt haast, Ma en Pa in de richting van Balkenstein. Wolters. Wolters weer richting Balkenstein. Daar is Haan. Haan wordt ondersteboven gekegeld. En dus gaat dit niet door. Dit gaat niet door. Dit feest van Platje en VVV. Ja, hij beukt erop los in die minuten dat hij mag meedoen, Balkenstein. En hier met de linkerarm inderdaad naar voren. Duel aangegaan met Haan op de rand van het 6-meter gebied. Stuntje zat er ook eigenlijk geen moment in tot de slotseconde. Zoals gezegd, omdat het slechts 1-0 was door die goal van Nesit in de 12e minuut, bleef het billen knijpen voor Zwolle, dat ongekend slordig speelde vanavond. Maar de bekerhouder gaat wel door naar de laatste 8. 1-0 dankzij Nesit.